Om jongerenoverlast tegen te gaan, zet de gemeente Druten sinds begin dit jaar straatcoaches in. Die bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. We zijn heel positief over de straatcoaches. Er zijn ook nog verbeterpunten, hè? Maar we zijn wel heel tevreden en er zijn zeker effecten. We hebben onder andere op de markt een periode gehad met overlast van een groepje jongeren. Daar zijn de straatcoaches op ingezet en die overlast is wel weg nu. Dus we zijn er heel tevreden over en die pilot die wordt ook verlengd. Lokale partij Welzijn Druten denkt daar heel anders over. Ik heb zelf gewoon sterk het gevoel dat we met de straatcoaches eerder het probleem aan het vermijden zijn dan het aanpakken. Wij krijgen dus geluiden van dat mensen bijvoorbeeld de straatcoaches willen raadplegen over een bepaald iets. Dus dat ze overlast ervaren van jongeren of een voorbijganger die spreekt ze aan. En die krijgt ineens een hele lading, een hele scheldpartij over zich heen. Nou, zo iemand gaat dan bijvoorbeeld naar de straatcoaches en er wordt van gezegd van ja, wij kunnen daar niks mee. Dat is de eerste keer dat ik dat eigenlijk hoor. Okay. Dat is niet mogelijk dat er niks mee gedaan wordt. Dat kan niet. Dus als iemand al een melding maakt dat jongeren ergens overlast veroorzaken, wij rijden er altijd heen. Er wordt ook altijd teruggekoppeld aan de melder zelf wat we hebben gedaan. Toch vindt Welzijn Druten dat er eens goed naar de pilot gekeken moet worden. De nieuwe raad moet straks gewoon deze pilots gewoon heel goed tegen het licht aanhouden van wat hebben we hiervoor uitgegeven. En dat is nog niet het allerbelangrijkste, maar het allerbelangrijkste, wat hebben we hier nou voor teruggekregen? Wat hebben die straatcoaches nou daadwerkelijk, gewoon harde feiten, wat hebben die de straatcoaches betekend voor de jongerenoverlast, voor de drugsproblematiek in Druten? De straatcoaches kunnen zelf wel een voorbeeld geven waar ze effectief zijn geweest. Bijvoorbeeld in de buurt van het Shell tankstation. 2 jaar lang was daar overlast, hebben we gehoord van buurtbewoners. Nu door onze inzet, en dat duurde ongeveer zo'n 4 tot 6 maanden, hebben we daar echt volop op gezeten. Mm-hmm. Echt tot de jongens legitimatie vorderen en noem maar op. En nu zie je dat daar eigenlijk bijna niemand meer komt. Want we hebben afgelopen half jaar gewoon geen melding meegekregen.